Kijk, en het geheim van de Berardier is eigenlijk om zo'n grote mix van alles te spelen. Dan is er altijd voor iedereen wat bij. Ja. Van klassiek tot modern en dan niet te modern. En dan wat popachtige muziek, wat beetje jazzy muziek. En dan wissel je mee af. Ja. En net als afsluiting wat wij meezingen, O Kuik aan de Maas, ja, kwam er hier iemand langs fietsen die zong O Champs-Élysées. Ja, precies, ja, die. Ja, ja. Ja. Dat doe je speciaal zo van, voor de toeristen? Nou, niet alleen voor de toeristen, maar ook voor ons eigen volk, hè. Ja. Want het is ons instrument, hè. En, het is niet van jou? Nee. Ik wil er wel graag zo over praten, maar het is ons instrument, ja. En ik ben er apetrots op. En wie is ons dan? Ons is de Kuikse bevolking. Tegenwoordig het land van Kuikse bevolking, maar het is natuurlijk vooral hier deze regio. Nu liep ik zojuist door Kuik en ik heb er eentje meegenomen, ja. Want ik zag hem, de Carillon-concerten. Ja. Die komen er ook weer aan. Ja, elke vrijdag in augustus van 7 tot 8. En het mooie is dat wij... De Berardiers en ik zelf zal dan het spits afbijten. Wij beginnen met een soort uitleg in de tuin van het archeologisch centrum. Ja. Dus dan wordt de Berardier voorgesteld. Dus dan stel ik mezelf voor. Maar goed. En ik zeg wat van over het programma, wat er gespeeld gaat worden. En dat doen mijn collega's ook. Af en toe zou ik dan moeten gaan vertalen, want er zitten wat Engelstaligen bij en een Duits. Dus, dat vinden de mensen leuk. Ja. En op internet kunnen ze zo het programma downloaden. We zorgen ook altijd dat er programma's zijn die ze los uit kunnen delen. En na afloop is er gelegenheid dat mensen eventueel de toren kunnen beklimmen en kunnen kijken en kennis maken met de bijen die erboven. Of kijken hoe die in het zweet heeft gewerkt. Yeah. En want het is natuurlijk wel een intensieve bezigheid. Hè. Je zit niet stil achter zo'n klavier. Het is hard werken. Ja, met handen en voeten. Yeah. Ja. En hoe is het voor andere mensen dan om op dit klavier te spelen? Elk klavier, elk instrument is anders. Ja. En dat is ook met een kerkorgel zo. Dus vaak ook wel met een piano zo. Maar meestal zijn ze er van tevoren. Riedelen eventjes wat in. Komen dan gewoon rustig naar beneden. En dat doen ze hun ding gewoon. Dat is ook weer de uitdaging om toch zo snel mogelijk te wennen aan een ander klavier. Er komen internationale artiesten dit jaar. Ja. Hoe heb je die mensen, ik wou bijna zeggen zo gek gekregen om hier te komen. Maar waarom komen die mensen hier? Want we hebben ook Nederlandse Berardiers. Ja, maar de faam van dit instrument reikt al verder dan alleen Nederland. Oh ja, is dat? Ja. Kijk, dit instrument, zoals dit hier zo staat, met alles erop en eraan, hè, met een oefenklavier erbij, je hebt een vrij grote ruimte, er is een airco, een kacheltje, noem maar op, al dat soort dingetjes. Je zit boven de klokken met zo kort mogelijke draadjes naar de kleinste klokjes, die hier net onder de bodem zitten. Heb je de meeste controle over je klavier. Mensen zijn daar nieuwsgierig naar, die willen dat ook eens ervaren. En is toevallig dit jaar in Utrecht het congres, wereldcongres voor Berardiers. En dan komen dus mensen van ver weg. Ja, en speciaal. Maar die mailen mij al van tevoren van, is er misschien een gelegenheid om misschien dit jaar bij jou? En zo komt dat dan. Kijk, nou. En het is vier vrijdagavonden op een rij. Ja. Waarom niet vaker? Dat is een recente kwestie. Ah. Dan moeten we dus proberen meer sponsors ervoor zien te vinden. Ja, de Berardiers moet ook betaald worden. Die moet ook een beetje uit hun reiskosten zien te komen. Dus dat is, ja. Op die manier, ja. Maar is wel volgend jaar vijf vrijdagen in augustus. Met de Carillon-concerten die er nu aankomen, de vrijdagen. Is er dan ook een overkoepelend nummer wat jullie nog doen? Of heeft iedereen helemaal de vrije hand? Iedereen heeft de vrije hand. Maar we zorgen er wel voor dat er geen dublures zijn. Dus iedereen speelt van... zijn allemaal verschillende nummers die vier weken. En wat ik wel doe... is een aantal eigen werken spelen en ook van mijn zoon. Een van de dingen die ik speel is voor de gemeente Kuik, de oude gemeente Kuik. Want er zijn momenten geweest dat er bezuinigingen zouden komen. Ja. En daar heb ik dus op gereageerd in een muziekstuk. Dat toch wel een beetje heel krankjoren was, in mijn idee.
een nieuw instrument en dan wegbezuinigen, dat is kapitaalvernietiging. Dus dat heb ik zeg maar in noten proberen uit te drukken. En daarom heet dat ook een toccata in schizofrene stemming. Nou, de titel is al mooi. Ja, ja, alleen dan voor Engels, dan is het nog mooier. En ik speel een speciaal stuk wat ik heb gemaakt omdat mijn vrouw een nierziekte heeft gehad, of eigenlijk nog, maar die is getransplanteerd. En dat transplantatieproces heb ik op muziek gezet. Dus dat speel ik ook en dat heet Transplant Ballad. Ja. En dat gaat ook gedurende de collecteweek van de Nierstichting door het hele land door collega Beyerdiers ook gespeeld worden. Dan hebben we een soort estafette van dat nummer. Oh, wat mooi is dat. Ja, ja, heel speciaal. Ja. Ja. En hoe kunnen wij de nummers herkennen? Ik ga de nummers, als je het programma straks voor je neus hebt, dan speel ik voordat ik begin elke het aantal klokken van het programma nummer wat er staat. Dus bij programma nummer 2 krijg je 2 keer een klokje te horen en dan begin ik aan dat nummer en bij nummer 3 enzovoorts. Okay. Dus als mensen willen horen hoe jouw speciale creaties zijn geworden, die moeten dan dus gewoon die vrijdag hier beneden bij de kerk of ergens komen zitten en luisteren. Ja, in het centrum zitten, ja. Yes. Ja. Dus dan iedereen welkom natuurlijk. En het is voor niks, hè. Het is gratis, hè. Gratis, dat is heel belangrijk in Nederland, ja. Toch? Ja. Nou, dankjewel. Ja. Wij gaan luisteren. Ja, graag gedaan. En ik doe mijn best. Inmiddels zijn we weer even nedergedaald en bij de klokken uitgekomen. Ja. Nou, je mag het nog één keer vertellen aan ons en al alle kijkers. Hoeveel klokken zijn er? We zijn er totaal 51. Er zijn er 3 eigendom van de kerk. Dat zijn dus de meest grijze klokken die je hier ziet. Ja, deze 3 grote. Deze is ongeveer een kleine 1400 kilo. En dat is de zwaarste van het hele stel. Die is na de oorlog gekomen, die kun je zien, in 1955. En er is er nog één ouder, dat is die is van 1951 en die van 1956. En daarna zijn dan de klokken van het oude Carillontoren gekomen, waarvan die de grootste is. Dat is die eerst bij het gemeentehuis stonden? Daarvan de grootste klok.
Dus deze twee zijn nieuwe gekomen en daarachter, bovenin twee, zijn ook twee nieuwe klokken. Die overigens nou ook meeluiden, die twee mede daar bovenin. En er zijn 19 kleine klokjes bijgekomen. Dus vandaar oorspronkelijk 25 plus die 19 en de drie van de kerken staan 51. En dat is eigenlijk een bijzonder aantal, heb ik me eens laten vertellen. 47 à 48 is zeg maar de standaard en we gaan er een beetje overheen. Dus dat is ook een beetje voor pochen van, wij zijn groter dan de meeste. Want iedere klok heeft natuurlijk zijn eigen toon, daar kan je niks aan veranderen. Daar kan je niks aan veranderen, nee. Ze zijn allemaal zeg maar min of meer op toon gegoten en ze worden een klein beetje bijgestemd in de fabriek. En dat is dan het eindresultaat. Kijk, en het leuke van, of het mooie van de Nederlandse klokkentraditie is, dat deze klokken in een zogenaamde krukas hangen, waardoor het gewicht beter verdeeld is, zodat je ook dit redelijk snel in beweging kunt brengen. Want ja, ik hoef maar weinig te drukken en ik druk 1400 kilo opzij. Ja, dat kunnen jullie ook, kun je nagaan. Het is het gewicht van een flinke Mercedes, denk ik, wat je tegenaan zit te drukken. En dat is wat vroeger met de touwen bediend werd, vanaf beneden. Maar vroeger hingen ze aan de zogenaamde rechte as, waardoor je veel meer trekkracht moest geven. Moest je echt met veel mensen aan trekken.